Het verwachte slechte weer zorgde dinsdagavond voor het aflasten van de avondvierdaagse van Nijmegen en Nijmegen-Noord. De organisaties moesten hals over kop alle deelnemers laten weten dat er die avond niet gewandeld zou worden. Nou, het begint al met de voorbereiding. Een dag eerder hou je de prognoses al enigszins in de gaten. En toen zagen we al aankomen dat het vandaag een hele warme middag zou worden met temperaturen tot 28, 29 graden. En dat dan aan het einde van de dag er een redelijke kans was op onweer. En dan in de loop van de dag zelf hebben we 's ochtends vroeg al contact met onze weerdeskundigen. En dan probeer je al een voorspelling te krijgen van wat het zal zijn, het weer, tijdens de marsen zelf. En zo gaandeweg de middag wordt dat steeds concreter eigenlijk. En uiteindelijk hebben we om 5 uur het contact gehad met onze laatste weerdeskundige. En die gaf aan, gebaseerd op de computermodellen, maar ook de wolken die ze in de lucht zag hangen, dit gaat hem niet worden. Dit kun je beter niet doen. Er komt iets aan richting Nijmegen. En dan moet je de beslissing nemen om het niet te doen. Wij merken dat iedereen al heel erg geïnteresseerd was, de hele dag door al, in de beslissing die de organisatie zou nemen of het door zou gaan of niet. Dus iedereen was wel redelijk. Zat er eigenlijk wel op te wachten. En we hebben ook duidelijk gecommuniceerd dat we om 5 uur een beslissing zouden nemen. En ook 5 over 5 is ook inderdaad op Facebook die beslissing genomen en kenbaar gemaakt. En toen is het als een lopend vuur is het gewoon rondgegaan. En het bericht is honderden keren gedeeld. En ja, al heel snel weten we zo 2.000-3.000 man te bereiken. Dus we hebben hier misschien 30 mensen aan de streep gehad die het toevallig toch net even niet gezien hadden in alle drukte. Nou, iedereen is heel erg begripvol. Wat je net al aangaf, er lopen hier 1500 tot 2000 kinderen mee. Die voor het over het algemeen begeleid worden door hun ouders. En ja, die ouders die hebben daar eigenlijk wel alle respect voor. Dat je als organisatie toch beslist om niet 1500 kinderen door de velden heen te laten gaan. Als er ook maar enigszins een kans is op een flinke onweersklap.